Universiteit van Nederland. Wat nou als we jou vertellen dat je niet ziet met je ogen? Je ogen die vangen het licht op, maar dan zie jij nog helemaal niets. Als we het signaal stoppen nadat het op je netvlies komt, zie jij letterlijk niks. Alleen met je ogen kun je niets zien. Hoe je dan wel ziet, onderzoekt neurowetenschapper Yair Pinto van de Universiteit van Amsterdam in de donkerste kamer van Nederland. Ik zie helemaal niks. In deze kamer probeert Yair te achterhalen hoe we zien met ons brein. Specifiek de achterkant van het brein. Dan pas zie jij iets. Als er hier achter in je brein activiteit is, dan heb jij een visuele ervaring. Het is je brein dat de hoofdrol speelt in zien. In theorie zou je zelfs kunnen zien zonder je ogen. In plaats van je ogen, want dat is eigenlijk al een soort camera, krijg je dan een ander soort camera. En dan kunnen we dus mensen met oogaandoeningen weer laten zien. Blinden laten zien. Overal ter wereld werken ze aan implantaten die zicht moeten gaan herstellen. Technisch kan het. Maar ja, dan moet je wel precies begrijpen wat er in het brein gebeurt. En dat is waar Yair zich mee bezighoudt. Het is de bedoeling dat je hier doorheen kijkt zo meteen. Universiteit van Nederland-redacteur Narcis kijkt door een speciale bril, waardoor ze met haar linker- en rechteroog afzonderlijk kan zien. Ik zie nu weer een gezicht. Oké. Ja. Met beide ogen ziet ze bijna hetzelfde. Een afbeelding met rode, blauwe en witte blokjes. Er is één verschil. In het midden van haar linkerbeeld staat een gezicht. En in het midden van haar rechterbeeld staat een huis. Een rood huis, maar soms zie ik dan ook een groen gezicht. Dus het wisselt een beetje af. Je ene oog zegt, nou, in het centrum, daar zit een gezicht. En je andere oog zegt, in het centrum, daar zit een huis. En je brein moet dan een soort beslissing maken van, maar wat is dan de echte werkelijkheid? Want het kan niet allebei waar zijn. En het grappige is dus, wat jij ziet verandert. Maar het signaal dat op jouw netvlies binnenkomt, verandert niet. Dus dat betekent ergens later in het brein gebeurt er iets en dat bepaalt wat jij ziet. Dat iets probeert Yair te ontdekken in die donkere kamer. Wij beginnen bij de basis. Want hoe je het ook bent of keert, zien begint toch bij, ja, je ogen. Vooraan zit de lens. En die lens die projecteert het dan op de achterkant van je oog. En dat is de retina, dus je netvlies. En je netvlies bestaat weer uit verschillende lagen. Op een van die lagen zitten een soort lichtdetectoren, opsins. Deze opsins vangen licht op en zetten het om naar een signaal dat je hersenen ingaat. Iedere opsin vangt zijn eigen signaal op. Opsins veranderen van vorm op grond van lichtdeeltjes die daar opvallen. En door van vorm te veranderen gaat hij proteïne loslaten. En dat zorgt dan weer voor breinactiviteit. En die laten meer proteïne los als er meer licht opvalt. Dus hoe meer licht, hoe meer activiteit. Daarnaast zijn niet alle detectoren hetzelfde. In ieder geval in het centrum van jouw gezichtsveld, daar zitten die receptoren die gevoelig zijn voor kleur en die ook veel gevoeliger zijn voor detail. Deze receptoren hebben de vorm van kegeltjes. Die ken je misschien nog wel van de biologieles. Nou, hoe groot is dat centrum nou? Dat is dus zo groot als jouw duimnagel op armlengte afstand. Dus zo klein maar. En daar buitenomheen heb je eigenlijk geen receptoren die kleur waarnemen. Die reageren hetzelfde wat ook de kleur maar is. Die zien ook detail niet zo goed. Dat zijn staafjes. Die vooral bij minder licht goed werken. Maar die staafjes vangen alleen een zwart-wit beeld op. Nou, dat is niet hoe jij het ervaart. Want jij hebt het gevoel dat je veel meer scherp en gekleurd ziet. Dat is ook allemaal invulling vanuit je brein. Het omzetten van al die signalen met verschillende lichtsterktes en met of zonder kleur gebeurt in verschillende stappen. De eerste verwerkingsstappen zijn in de subcorticale gebieden. Dat is het centrum van jouw brein. Als we daar signaal stoppen, geldt hetzelfde als na je oog. Jij ziet niks. En dan op een bepaald moment komen na meerdere verwerkingsstappen komt het hier achterin in je cortex aan. En daar wordt een soort combinatie gedaan. Het wordt eerst allemaal heel los verwerkt. Dus je zou kunnen zeggen, pixel op je netvlies heb je een aparte verwerkingsstappen. En op een bepaald moment wordt het wat meer gecombineerd tot een soort, driedimensionaal beeld van de wereld buiten je. En dan pas zie jij iets. Dus dat gebeurt hier achter in je hoofd. Daar wordt dat driedimensionale beeld, worden alle losse onderdelen samengevoegd. En het samengevoegde beeld, dat is jouw visueel. Dan pas zie je wat. Nou,
klinkt eigenlijk alsof wetenschappers precies weten hoe het werkt. Nou, nee. Want als we die allemaal zouden begrijpen, dan dat zou een enorme doorbraak zijn. Want dan heb je bijvoorbeeld bij zoiets als zelfrijdende auto's. Hè? Zelfrijdende auto's? Nou, dat zit zo. Die auto's kijken eigenlijk met camera's. Niet twee, zoals wij met onze ogen, maar veel meer. En toch klopt hun beeld van de werkelijkheid vaak niet. Dus zij kunnen dingen niet die wij gewoon zien. Dus nee, we snappen nog niet al die stappen. En als we dat wel zouden snappen, heeft het meteen een impact op onze technologie. Wetenschappers weten nog steeds niet welke signalen op je ogen leiden tot welk stukje van een beeld. Dat kan simpelweg niet gemeten worden. Meestal krijg je heel veel signaal binnen. Dus je kijkt nu naar mijn ogen, maar je krijgt ook een signaal van alles eromheen binnen. En je hebt misschien associaties en je hoort van alles. Ik praat nu tegen je. En dat zal allemaal activiteit veroorzaken. Dus als ik dan wil zien, nou, wat gebeurt er in jouw brein als je mijn oog ziet? Ja, dan moet ik dat zien te onderscheiden van al die andere signalen die je verwerkt. En dat is gewoon heel erg lastig. Nauwkeuriger meten kan niet en daarom heeft Jair een andere oplossing. Als jij mij heel weinig input krijgt, dan is er zo weinig mogelijk ruis aan wat er binnenkomt. Nou, wat is de minimale input die jij zou kunnen ontvangen? Eén foton. Eén enkele foton. Oftewel, één enkel lichtdeeltje. Er zijn aanwijzingen dat zo weinig als één foton, dat je dat gewoon kan zien. En dan kunnen we gaan kijken, oké, in welke weg legt dit signaal af door jouw brein? Dat willen we dan weten. En dat brengt ons dan dichterbij. Nou, de verwerkingsstappen die nodig zijn en die automatisch gebeuren, zodat jij een visuele ervaring hebt. Een enkel lichtdeeltje is lastig voor te stellen, want dat maken we nooit mee. Maar je weet waarschijnlijk wel hoe enkele fotons eruit zien zonder dat je daar bewust mee bezig bent. In oud onderzoek werd berekend hoeveel lichtdeeltjes, fotonen, vanaf sterren bij jouw ogen terechtkomen. En dan kwam het al op neer van 4 of 5 fotonen. Dus die ervaring heb je zelf waarschijnlijk ook. In een lab is dat nog verder terug te brengen, tot 1 foton. In de donkerste kamer van Nederland. Die bevindt zich in Leiden. Een ruimte zonder ramen met 2 zwarte tenten. Ze proberen deze ruimte al helemaal donker te krijgen. En dan ga je ook nog in een tent zitten waar, mocht er iets doorheen komen, dan is het een factor miljard zwakker binnen de tent zelf. En het goede nieuws is dat het dus echt is gelukt om het hier helemaal donker te krijgen. En wat we hebben getest is dat de bovengrens van hoeveel licht hier is 400ste foton per seconde. Dus per 100 seconden 4 fotonen is de absolute bovengrens van wat er daar is. Dus het is echt heel erg donker daar. Dus dat is heel fijn. Zelfs buiten de tent is het, zodra de lampen uitgaan, pikken donker. En in de tent? Het is echt, echt heel donker. In de tent zit UVNL-redacteur Narcis voor een installatie met 2 lampjes. Hier is een heel zwak lichtbron, zeg maar, wat ervoor zorgt dat zij kan fixeren op de juiste plek. En hier komt dan het foton uit onder een hoek van ongeveer 13 graden, waardoor die precies op de meest gevoelige plek op het netvlies komt. Narcis moet aangeven wanneer ze een foton denkt te zien en hoe zeker ze daarvan is. Dat doet ze door op knopjes te drukken. Het doel van deze opstelling is bewijzen dat mensen echt 1 enkele foton kunnen waarnemen. En dan? Wat is de volgende stap? Dan kunnen we EEG gaan aanbrengen. Daarmee meet je het elektrische signaal in het brein. Oftewel, volgen wat er gebeurt in de hersenen als je 1 lichtdeeltje ziet. Om precies te achterhalen waar in je brein je ziet. En wie weet kunnen we mensen in de verre toekomst dan weer laten zien. En waarom? De meeste mensen die blind zijn, is door problemen met hun oog. Terwijl hun brein eigenlijk nog helemaal intact is. Mensen die blind zijn, is natuurlijk een enorme verslechtering van de kwaliteit van je leven. Die zouden heel graag weer willen zien. En dat kan in principe. Je kan het oog dan omzeilen en direct gaan naar de gebieden die relevant zijn voorzien. Dan kunnen we die direct activeren. Wat zijn dan die gebieden? Nou, daar helpt dit onderzoek dus aan bij om dat vast te stellen. En als we beter weten hoe jouw ogen doet en dat tot jouw visuele ervaringen leidt, dan kunnen we dat ook beter repliceren. En dan kunnen we dus mensen met oogaandoeningen weer laten zien. Zien zonder ogen dus. Dankjewel Jair voor dit inkijkje in het brein. En jij, tot de volgende. Hoi, ik ben Nedesti van de Universiteit van Nederland. Jij weet dat de wereld niet zwart-wit is. Wie met de ogen van de wetenschap kijkt, ziet meer en begrijpt beter waarom dingen zijn zoals ze zijn.
Wij willen die nieuwsgierigheid bij alle Nederlanders aanzetten en jij kan ons helpen. Door onze podcast te luisteren en je te abonneren op ons kanaal. Dus klik op die knop, dan hoor je ons vanzelf. Tot de volgende!